Beste Linda, lezeressen, kijksters. Ik ben Nauwe van Ster en dit zijn mijn 25 favoriete... Ik weet niet wat er gaat komen, maar het is mijn favoriet. Nou, kom maar op. Soundcloud. Mijn onfavorietste app is mijn WhatsApp. Ik ben gek van die fucking WhatsApp, jongen, de hele dag door. Ik hou van psychedelische tribal house. Dat is echt... meestal fruit met noten. Denk chocolade. Met billen. Ja, ze zijn gewoon mooi gevormd en gespierd. Ik weet niet waarom ze gespierd zijn, want ik doe er eigenlijk nooit voor. Maar ja, ze zijn gewoon stevig. Daar ben ik wel blij mee. Mijn ouders. Bovenop. Tintonic. Dierentalen van Eva Meijer. Dat is een filosoof en het gaat over de communicatie van dieren. Het is echt een supermooi grappig boek. Ayahuasca. Het is echt magisch. Lente. Hond, een hond. Ik wil al heel lang een hond. Echt, het kan zo aan je hart gaan, Disney films, heb jij dat ook? Het is echt nog hartverscheurender dan het echte leven gewoon. Bambi. Nee, Finding Nemo. De liefde. Daniel Arends. Ja, vind ik echt steengoed. Tantra. Het is zo moeilijk om uit te leggen wat er tof is aan tantra. Want mensen denken dan meteen aan hele vieze standjes en veel sperma en heel veel vulva's klaarkomen en zo. Maar het gaat er eigenlijk om dat je gewoon echt contact maakt met je partner. En waardoor vrijen intenser wordt en dieper en kwetsbaarder. Dat is heel mooi. Agent provocateur. Het moment van de dag is avond. Oh ja, ik heb wel eens op YouPorn gekeken. Maar ik denk dat iedereen dat wel kent als ik dit nou zeg, want dus er komt dan altijd zo'n moment en dan moet het opeens gewoon weg. Dan moet je het opeens gewoon wegklikken. Ken je dat? Oh, dan is het opeens zo vies om te zien. Koningsdag. Ik denk Spanje. Uiteindelijk toch. Stroopwafels. Nou, de beste zijn die natuurlijk op de markt, waar ze dan vers worden gemaakt en dan hebben ze ook van dat afval, weet je wel. Dus dan maken ze zo'n stroopwafel en al die hoekjes van afval doen ze dan in zo'n zakje en dan gieten ze dan stroop overheen. Ik denk gezouten amandelen. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Kijk, zo krijg ik hele brede kaken. Dat vind je mooi. Dus dat doe ik denk een beetje zo. Ja, jongens, ik maak nooit een selfie.